De wind in het weerbericht wordt altijd in vaste termen benoemd. Deze termen die zijn gekoppeld aan de Beaufort-schaal die de windkracht uitdrukt. Meneer Beaufort was een kapitein van de Royal Navy. En in 1805 maakte hij een schaal voor de windkracht. Op basis van welke zeilen hij kon en moest voeren op zijn schip, bepaalde hij het schaaldeel. De wind wordt in getallen uitgedrukt en in termen. Heeft de weerman het over een matige wind, dan is het windkracht 3 of 4. Heeft de weerman het over een krachtige wind, dan spreken we van windkracht 6. En staat er een storm, dan is de windkracht 9. Een windkracht kan je ook vertalen in kilometer per uur. Zo is windkracht 3 12 tot 19 kilometer per uur en windkracht 9 75 tot 88 kilometer per uur. Maar zegt dat eigenlijk wel voldoende? Want je kan natuurlijk ook kijken wat de wind voor invloed heeft op de natuur. Dit noemen we een biologische windschaal. Zo heb je bij windkracht 4 geen last meer van muggen. En bij windkracht 6 kan je hoed afwaaien. Bij windkracht 9 vliegen er alleen nog maar eenden en zwaluwen. En zodra het windkracht 10 wordt, dan waagt geen vogel zich meer in de lucht. En dat is best logisch, want bij windkracht 10 kunnen al lichte mensen of kinderen omwaaien. Met Beaufort drukken we een gemiddelde windsnelheid uit, over bijvoorbeeld een uur of 10 minuten. Windstoten drukken we juist nooit in Beaufort uit, omdat ze kortstondig optreden. We spreken van windstoten wanneer de wind boven de 50 km per uur komt. Daarnaast kennen we ook zware windstoten. Dan zijn er windsnelheden van meer dan 75 km per uur. En bij zeer zware windstoten is de wind meer dan 100 km per uur.